Vandaag gaan we het level de op hol geslagen bullrushes doen. Leuk leveltje. Heel belangrijk, om de geheime exit te vinden, moet je Olifante Mario zijn. Dus heb je nog van het vorige level, zorg dat je die bewaart. Ik ga het hele leveltje laten zien. Dit is maar een kort leveltje, dus dat kan makkelijk. Munt nummer 1 zit hier. Even via die slakken springen. En dan heb je hem zo. Munt nummer 2 zit hier. Dus zorg dat je daar niet op het bovenste plateau komt, want dan kom je niet meer onder. En je moet wel die bullrushes moet je weer bij zijn, zeg maar. Want anders dan kan je gaan lopen. Munt nummer 3 via de grote slak. Even een klein jumpje maken, kan je makkelijk bij. Hier heb je wonderzaadje nummer 1. En dan gaan we even naar de secret exit. De gele buis in. Goed gedaan hoor. Dankjewel, bloemetje. Nou, hier kan je zo via deze bullrush boven in de vlag komen. Dan gaan we nog even naar de oorspronkelijke vlag voor wonderzaadje nummer 3. Dat is in de rode buis. Wat je wel kunt doen is altijd leuk. Even hierheen. Even naar links. Als je links een opening ziet, zeg maar bovenin, weet je dat je daar kan komen. Nou, toch nog 10 muntjes. Kijk, dit is een beetje een skillsprongetje. Je gaat via deze slak, parachute eruit en daar heb je de vlag. Nou, doe er je voordeel mee, mensen. Ik hoop dat jullie wat aan hadden en tot de volgende keer.